In webdesign wordt vaak gebruik gemaakt van image maps. Dat zijn zones die je op een afbeelding gaat aanduiden, waar achter verschillende links staan. Laten we even verduidelijken aan de hand van een voorbeeld. Ik heb hier een Gaspar-website, uh, dat gaat over een winkel met een aantal finalen in verschillende provincies. En we zouden dus heel graag een uh, nieuwe pagina met uh, dealers hebben waarbij de gebruiker op de provincie op de kaart van België kan klikken om naar de gewenste provincie te gaan dus ik ga hier een nieuw bestand aanmaken dealers.html zo en ik ga de kaart, kaartbel.gif gaan toevoegen. Dus ik kan hier uiteraard via insert image, ik ga u een andere methode ook eventjes tonen dat handig is, is dat je die gewoon de kaart kunt gaan klikken en slepen in uw design loslaten. En ik noem die, uh, als alternatieve tekst geef ik die mee kaart van België. Oké. Okay. Zoals ik al zei, het zou dus handig zijn als de, uh, internetbezoekers op onze website op de gewenste provincie zouden kunnen klikken en dan naar de juiste pagina zouden doorverwezen worden van onze, kaart. Dat kan door middel van image maps. als je een afbeelding gaat aanklikken in uw design view, dan zie je in de property tabs hieronder de map gedeelte. Daarin heb je een aantal zone aanduiders. We kunnen hier ronde zones aanduiden, vierkante zones of veelhoekzones. Ik ga eventjes gewoon een ronde zone aanduiden. Voilà. Nu heb ik een image map gemaakt. Hij vraagt hier nu om een beschrijving, uiteraard, in te geven. En de link waar die naartoe moet gaan. Ik heb in dit geval West-Vlaanderen aangeduid. Dus ik ga hier de link naar West-Vlaanderen aanduiden in mijn filepanel. Ik kan hier een target indienen. Welk, moet hij in dezelfde pagina of moet hij in een nieuw tabblad opengedaan worden? Eventueel een alternatieve tekst. We zijn in dit geval West Vlaanderen. En ik klik op enter om dat toe te passen. Nu als ik die website ga opslaan en ik test die uit. File, preview en browser. Zo. Hier is hem. Heb ik nu dus een afbeelding waar niks gebeurt behalve als ik in die zone kom die ik daarnet heb aangeduid. Die image map. En nu zie je dus dat mijn hand binnen die zone, binnen die cirkel verandert in het gekende wijsvingerhandje. Ik kan daar nu op klikken en ik kom dankzij die link die ik ingesteld heb op die locatie van die afbeelding op de juiste webpagina terecht. Nu, zo'n cirkel is uiteraard niet zo heel precies in dit geval. Ik kan die image map uiteraard ook weghalen door de code van die image map terug te verwijderen. Die zie je hier in de map tag uiteraard. Die gaat bepalen wat voor shape dat, dat is, welke coördinaten dat, dat zijn, waar dat, dat start, waar dat, dat eindigt, wat dat de hyperlink is uiteraard, wat de alternatieve tekst is. Nu, een uh, goede tip, als je wilt werken met image maps en je wilt iets nauwkeuriger werken, dat is om te werken met de veelhoek tool. En hier kan je eigenlijk veel preciezer, ja, zo, veel preciezer verschillende kijkingspunten aan je... Kaart gaan toevoegen om die map eigenlijk veel preciezer te gaan aanduiden. Zo. We gaan eventjes verder totdat alles mooi rond is. Dan heb ik eigenlijk een betere zone aangeduid dan die cirkel, uiteraard. Um, en, maar het principe is net hetzelfde als bij die cirkel. Ik ga die link voorzien naar West-Vlaanderen in dit geval, omdat ik West-Vlaanderen heb aangeduid. Eventueel die alternatieve tekst gaan voorzien. Wel, eigenlijk niet eventueel. Moet je doen. Verplicht, uiteraard. En dan kunnen we op enter duwen om die map te gaan toevoegen. Dan kunnen we uiteraard een tweede map gaan definiëren. Nou daar. Nu, wel opletten uiteraard als je zo maps gaat maken, is dat ze elkaar niet overlappen. Dat is natuurlijk wel een vereiste, want als ze, ze elkaar gaan overlappen, dan krijg je uiteraard problemen, want dan weet die browser niet in welke map dat hij moet gaan openen en gaan volgen. Dus in dit geval heb ik een tweede map gemaakt. En eh, kan ik dat allemaal aanpassen. Opnieuw een nieuwe link gaan geven. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus super handig om te doen. Nou, ik ga even terug en aanmaken. Maar als je dat dus eh, gaat opslaan en gaat toepassen, dan heb je uiteraard weer diezelfde kaart, diezelfde map. Image map die je kunt gaan gebruiken. Om uw afbeelding onder te verdelen in verschillende zones. Super interessant, wordt heel vaak gebruikt. Geeft een heel toffe surfervaring aan de mensen, want ze kunnen visueel een uh, actie ondernemen via uw afbeeldingen.